Hoi allemaal, leuk jullie weer te zien. Nee, niet oh, maar dat zit er in mijn tas. Nou, een heleboel zeggen, zit er niet veel in. Zit ook niet veel in, maar ik ga het toch wel even zien. Hier zitten mijn fietssleutels in. Ik kan het even openmaken. Voilà, fietssleutel. Het zijn nog een hangertje. Ik weet niet of dit aanpast. Ik ga het eens even kijken. Ja, kijk. Voilà. Een Mickey Mouse sleutelhanger eraan. Hoppa. Nu heb ik ook nog een Michael Kors etuietje. Anne gebruikt het als een neppertje trouwens, zal ik het even zeggen. Deze is ook niet echt. Er zitten in ieder geval mijn huissleutels in. Er zit altijd een tasje in. En mijn pasjes. Mijn portemonnee. Dan heb ik nog een voorvakje. Daar zit in een zakdoekjes. Een aantal steentjes. Die zal ik zo even zien. Een nagelsetje. Of nagelsetje. Een meisetje. Mijn krans. En een nagelschaartje. That's it. Heel even snel mijn steentjes zien die ik bij me heb. Dat is een amethyst. Opal geloof ik, dat weet ik niet zeker. En heb ik hier deze, weet ik ook niet helemaal. Dat is een blauwe. Dan heb ik nog een amethyst, dus ik heb er nou twee, dus ik kan er eigenlijk één terug in mijn schaal doen en eentje erin houden. Zo. Deze kleine, dat weet ik ook niet uit mijn hoofd. Een zwarte. Dit is een maansteen. En dit is een rozenkwarts. Nou. Die steentjes zitten erin, die heb ik altijd bij me. De een zegt het is onzin. De ander zegt moet niet doen. Ik heb zoiets, dat papa zelf wel. En als ik dat leuk vind om dat bij me te hebben, dan vind ik dat leuk. En als het werkt, werkt het, dan ben ik helemaal gelukkig. Dus die. En gaat gewoon weer lekker in mijn tas. Dus ik zou zeggen, doe een duimpje omhoog. Oh, helemaal in de bar. Wat zit er bij jullie in je tas? Zou ik graag willen weten. Geef het even in de comments. Bye!